naast mij op de rode bank in de Radio 2 studio. Ed. Hallo. Dank je voor je tijd. Ik mag nog eventjes wat vragen aan je stellen. Daar ben ik heel blij mee. Yes. Ik ga meteen heel terug, ver terug in de tijd. Dat Ed een 9-jarig jongetje was. En Ed kreeg een gitaar. Waarom wilde je die? Ik had ooit een keer Eric Clapton op tv gezien. Met zo'n hele mooie rode Fender Stratocaster. En toen dacht ik, die wil ik ook. Maar die kreeg ik natuurlijk niet. Want ze zeiden van, probeer eerst maar eens op deze van 75 gulden. Met plastic snaren. Hey. Toen heb ik op een gegeven moment, toen dacht ik, ja, die gitaar, het zit me toch niet lekker. Ik wil een mooiere, maar ja, hoe doe ik dat? Toen heb ik per ongeluk de gitaar van de trap laten vallen en toen was ik kapot. Echt? Ja, het was heel erg doortrapt. En je hebt wel een nieuwe gekregen? Ja, dat wel. En heb je toen die Stratocaster gekregen? Nee. Nee, toen kreeg ik zo'n Spaanse. Maar wat doet een 9-jarig jongetje met Eric Clapton? Nou, niet zoveel, maar ik zag het op tv. Ik raakte betoverd door die gitaar. Wat speelden je ouders? Nee, mijn opa speelde piano. En daar heb ik wel de muzikale genen van doorgegeven gekregen. Dus ja, als we daar waren, dan werd de piano gespeeld. En dan ging ik zelf achter de piano zitten en rammen. Anything, oh, I would do anything for you. Even if leaving is the best thing I could do. Jij hebt gezegd dat je liedjes maakt om mensen die zich herkennen in je liedje of in de situatie die je schetst in een liedje een soort hart onder de riem te kunnen geven. Ben je daar bewust mee bezig als je gaat schrijven? Want dat klinkt bijna alsof je een soort hulpverlener. Het is meer een verkooppraatje natuurlijk. Nee, okay. Dat is ook niet waar. Nee, het is wel iets wat... Wat ik leuk vind. Kijk, ik hoop natuurlijk. Ik schrijf in eerste instantie een liedje voor mezelf. Dat ik hoop dat ik er zelf iets aan heb. Of dat ik er een bepaalde emotie in kwijt kan. En dat ik dat in mijn eentje luister. Dat ik een demotje heb opgenomen. Dat ik denk, ja, dat is te gek. Mm-hmm. En dan heeft nog verder niemand het gehoord. Dat liedje. En dan, dat is eigenlijk het mooiste moment. Dan zit ik in mijn auto. En dan zet ik een cd'tje op. En dan denk ik, ja. Dan rijd ik zo rond. En denk ik, met een beetje mazzel. Die zit over een tijdje gewoon op de radio te horen. Ja. En dan, als dat gebeurt, hoop ik dat er mensen zijn die zeggen van, dit gaat over mij. Ja. En krijg je wel eens dat terug van fans of van mensen die je live beginnen dat ze zeggen, hé, maar dat liedje, dat raakt mij om die en die reden? Ja, zeker. En ja. Het eerste wat me te binnen schiet was tijdens de clubtour in april in het Paard. Dat in de afloop stond ik cd's te verkopen en kwam er een meisje en haar broertje kwamen naar me toe en die... Ik begon een heel verhaal te vertellen over het nummer Let Me Loose From My Body. Wat gaat over, in mijn geval, het verlies van mijn vader aan een hele erge ziekte. Dat, ik weet even niet, één van die twee, volgens mij was het broertje, was heel ernstig ziek geweest, had kanker gehad en had het overleefd. Maar dat nummer was daardoor voor hun zo herkenbaar. En die stonden dus gewoon echt keihard voor mijn neus te janken toen ze dat verhaal aan het vertellen waren. En dat vond ik zo heftig. Dan heb ik echt wel even staan zo'n slikken. Zo van oké, maar ze hadden er echt wat aan. Ja. My mind is a mess. Now that you're gone. A curse or a bless. No one has one. It had to be a story about a boy and a girl in their wonderful world. But we fucked up without saying sorry. That we're doing fine. I forget everything. Anything. Oh, I would do anything for you. Even if leaving is the best thing. En die vader, je noemde hem net al. Hij is overleden. Wat jammer dat je vader... je succes niet meer meegemaakt heeft. Hij heeft wel een aantal dingen nog meegemaakt op de valreep. Dat we met Stud Muffins naar Amerika zijn geweest. En dat heeft hij toen nog echt gelukkig kunnen volgen. En dan zijn we ook op tv geweest bij Fox. En we zijn ook geïnterviewd. Allemaal zenders. Dat kon hij ook allemaal online vanuit Nederland bekijken op dat cool. moment. Nou ja, die was zo trots. En, ja, weet je, hij reageerde ook wel eens op van die internetsites. Toen zaten we nog vooral een beetje in het Haagse circuitje.
dan reageerde hij wel zonder een valse naam. Van, let maar op jongens, die stutmuffins die komen er wel. En dan weet je wel echt, als mensen ons weer liepen af te zeiken. Wat te gek. Ja, dus dat vond ik wel gaaf. Weet je. En hij was nooit zo dat hij tegen mij zei van goed gedaan of zo. Dit of dat. Maar dat deed hij wel. Dat deed hij wel. Ja, dus op die manier wist ik dat hij heel trots was. Wat cool. Dat is wel gaaf. Ja.